Hallo Spencer, ben ik op de Game Base, een nieuwe aflevering van Nazi Zombies. Ik weet niet eens welke aflevering, ik geloof 13. Ongeluksgetal, woehoe! Joehoe, ongeluksgetal. En ja, ik ben eigenlijk best wel zelfverzekerd dat we gaan ownen. Ik bedoel, sinds vorige aflevering hebben we geloof ik de strategie van ren gauw het huis binnen en koop nu allemaal voor dit wapen. Dus het probleem van ammo is aardig opgelost. Het is een goed, oh god, goed werkende strategie, probeer ik te zeggen. Ik weet niet, ik heb een klein beetje lag opeens. Ik weet niet hoe ik dat voor elkaar krijg, maar net had ik het niet en ik heb niks veranderd. Ik heb alleen even wat comments getagd op Totally Spice deel 4, oké? Okay? Dus dan weet je meteen op welke dag ik dit allemaal ga opnemen. Het is woensdag. Roze woensdag. Dan denk je, Rick, waarom wordt er al een tijdje geen Disney Princess geüpload? En dan denk ik, vraag dat lekker aan Steven en Ruud, want die sturen mij die afleveringen. Nou, eigenlijk weet ik het al. Steven en Ruud, die moeten Disney Princess samen opnemen. En ik weet niet precies waar ze allebei wonen. Maar ze wonen tenminste niet bij elkaar, in elkaar, naast elkaar. Ze wonen tenminste een stukje bij elkaar vandaan. En ze hebben allebei gewoon werk en dingen. Ze hebben allemaal andere dingen te doen. Ze hebben even geen tijd op dit moment om samen Disney Princess op te nemen. Dus daarom is het al 2 of 3 weken niet geweest. Maar het komt sowieso terug. Ze gaan hem sowieso afmaken. Misschien dat ik andere Nederlandse Let's Players dan een kans ga geven voor Roze Woensdag. Gewoon alleen Roze Woensdag. Dus dat je eigenlijk 1 keer in de week 1 gastrol hebt van een kinderspel. Nou, waarschijnlijk ga ik eerst gewoon zelf Barbie doen of zoiets. Ik weet niet. Ik heb zelf ook nog wel wat van die roze spelletjes zoals Barbie en shit liggen. Waarschijnlijk wordt de volgende Roze Woensdag na Disney Princess ga ik of zelf doen of misschien vraag ik een van mijn bros Kees of zoiets, dan gaan we Kees lekker Barbie laten spelen. We zien er wel. Komt waarschijnlijk na Disney Princess wel wat nieuws op Roze Woensdag. Want in principe was Roze Woensdag gewoon 2 roze uploads, maar ja, dat wordt op dit moment een beetje dus gefokt door Disney Princess, maar ja, dat is niet mijn probleem. Ja, zo erg is het nou ook weer niet. Je hebt sowieso Totally Spice en heel veel mensen vinden Totally Spice een leuke Let's Race. Dus we gaan waarschijnlijk bijna 99% zeker Totally Spice 2 voor de Game Boy ook Let's Racen. Praktisch bijna hetzelfde spel, met wat kleine aanpassingen. En ja, zoals jullie nu al weten, ga ik niet eerst worden met de Totally Spice Let's Race. Eigenlijk wisten de mensen het al bij part 2. Part 1 stond nog best wel eerst, op 2 of zo. Het viel er best wel mee. De eerste part ging nog wel goed, maar daarna ging het bergafwaarts. Om het op een nog beetje gangster, niet al te falende mogol manier. Was dat een nuke of max ammo? Ik zag een perk! What's geperkt? Wat grappig, ik lach nu gewoon naar mijn eigen droogheid. Gisteren stuurde een vriendin van mij stuurde mij de beste woordgrip ooit. Dus stuurde naar mij? Wat stuurde ze ook alweer? Dat is een goede vraag, ik. Jullie een beetje. Oh fuck. Nou oké, net aan nog een herladen voordat ik dat ding pakte. Dat scheelt weer 2 ammo, hè. Auw, mijn gevoelens, meneer. Meneer, mijn gevoelens voor u zijn speciaal, apart en warm. Maar u moet niet slaan. Trouwens, ik heb al eerder gezegd dat WFT 27 mijn originele Nazi Zombies record is. En daar we dus nu al 5 waves overheen zitten. Niet dat ik deze map vaak speel ofzo hoor. En ik heb er wel een beetje mijn eer hersteld. Dat heel veel mensen deden op een gegeven moment zo van, Rick, je kan echt geen Nazi Zombies spelen. Omdat ik in de Reese heb ik Wave 6. Eigenlijk komt dat nog. Als je deze serie voor het eerst kijkt, spoiler alert. In Verroekt heb ik heel laag. Nachtdrone Toten viel me wel mee voor het niet hebben van perks en zo. Maar ja, het is tenminste niet al te best. Hey, Nuke, nice. Heel veel mensen doen dus zo van, oh Rick, je kan echt geen nazi's om je spelen. Nou ja, als ik hier zo met een stil ik nou W40 hou hier, dan ben je toch wel aardig stil. Want ik zou zeggen, post een video reactie als jij dat nog steeds slecht vindt, waarin jij W40 aan het doen bent. Zonder enige manier van hacks. Ik zeg niet dat het onmogelijk is hoor, je moet wel geduld hebben en gefocust blijven. En daarom ga ik ook vaak dood, omdat ik mijn focus verlies. En dan ga ik te veel deze kant op. Kijk, hey. Geld, verdubbelingspunten. De wave is af. Oh my god. We hebben het gehaald. Wave 233. Oh, dogs. Hondjes. Ah, is beter zo. Dan kan ik wat wonderbuffen. Oh, yeah. Mijn dubbele punten. Blijf hier, mafkees. Ik heb je gevonden. We hebben elkaar gevonden in de dubbele van puntheid. En ik kan nu wel wat monsters gaan doodmaken. Wat zombie monsters. Maar dat is een beetje zonde. Ik doe eigenlijk eens een beetje een groepje, alleen ik heb dubbele punten, dus het moet een beetje snel gebeuren. Oh god, ik ga dat. Oké, nu heb ik al iets bij elkaar geschouwd om te doodmaken. Oké, dit gaan we niet worden jongens, dit is een slechts gebruikte... Oh kijk, dat is dus wat ik bedoel. 2 video's of 3 video's geleden met zombies aanvoeren. Dat soort dingen moet je goed kunnen timen. Je moet weten, nou dat ga ik redden, want zombies zijn ongeveer zo snel. En dat is net als de weg oversteken en weten dat je niet aangereden wordt door een auto. En met treinen denk je al dat je het niet redt en dan red je het makkelijk. Ik weet niet waarom, treinen zijn gewoon eng. Treinen zijn eng, maar treinen zijn ook awesome. Alleen treinen zitten altijd hele enge mensen in, want het zijn allemaal van die 40-plussers die niet eens auto kunnen rijden of geen auto hebben. Daarom reizen ze met de trein.
Dat is mijn verklaring voor enge mensen in de trein. Zojuist verzonnen. True story. Ga maar dood. Ga maar dood. Het gaat van een leien dakje. Vooral van leien. En van dakje. Het gaat hier van dakje. Zo. In principe, als je zo kijkt, het is niet eens een slecht wapen. Ik maak dan wel heel veel headshots. Hoeveel headshots heb ik eigenlijk al gemaakt? Goeie vraag. Sowieso, 365 headshots. Dat is niet slecht, echt. Ik haal nooit meer dan 100 headshots in een normaal potje. Dus we kunnen moeilijk zeggen dat het slecht is. Laat hier even zo'n mooi dingetje. Kom maar daar. Wee, ga er maar af, jongens. Wat leuks, dan zet ik even iets van deze dingen in jullie. Zo. Renderik! Kijk, dat is punten. Dat is punten maken. We zitten nu al op 16.000. Ik ging proberen 200.000 te halen, zei ik de vorige video. Waarschijnlijk ben je dan al lang al dood. Maar zoals je kan zien, vorige video 100.000 gehaald. We zitten nu al bijna op 120.000. Het gaat aardig snel op deze manier. Vooral omdat deze kogels praktisch gratis zijn. En zo met al die... Iedere kogel is 10 punten. Je penetreert ongeveer 3 mensen. Dus ieder schot is 50 punten. Ja, de kogel zelf, die is bijna te verwaarloosd tegen hoeveel punten je ervan krijgt. Dus ja, we lopen aardig puntjes binnen. Hoeveel speel ik ook kogels op één persoon, maar... In het algemeen krijgen we aardig wat punten hiervoor. Vooral als je ieder rondje dit blijft doen. Dus ja, als je zo'n persoon bent die graag punten heeft in Nazi Zombies, gewoon een muurwapen kopen en een beetje leeg sprayen. Want ja, als je rondjes kan lopen, kan het. Als je nou in een situatie zit waarin je slecht rondjes kan lopen, raad ik je zeker niet aan muurwapens te kopen met goedkoop ammo, waar je gewoon een beetje... mee punten wil maken. Ja, kun je beter gewoon boksen voor een goed wapen, gewoon een raygun of zo. Als je niet rondjes kan lopen is een raygun goed. Als je wel rondjes kan lopen moet je een wonderwaffe hebben en gewoon een spraywapen. Dat is mijn wijsheid dan weer. Ik bedoel, ik kan het fout hebben. Wat als ik het nou fout heb? Ja, wat dan? Misschien ben ik wel heel slecht in Nazi Zombies en is het wel heel iemand anders de gameplay. Dat wil ik echt een keer gaan doen. Gewoon iemand anders de gameplay. Gewoon van ergens vandaan of gewoon iemand anders, bijvoorbeeld Kees, gewoon een keer een spel laten spelen. Mijn commentaar eroverheen doen alsof ik goed ben in dat spel. Hoe vind je die? Oh joh, heb ik toch zat van. Ik ben een rijke boy. Oh, had ik niet moeten doen zeker. Oh, viel mee. We leven nog. En ja, ik heb mijn gezin om vandaag heel veel hiervan op te nemen. Maar het moet, anders gaan mijn PlayStation dood. En ik wil voor die mappacks downloaden. Ik wil het. Ik hoorde trouwens, ik zag een perk. En nou, ik hoor ook vaag een perk. Straks ligt er geen perk, Rick. Wat dan? Dan heb je voor niks een perk gehoord. Slash gezien. Slash, hij bestond eigenlijk helemaal niet. Dus gedroomd over een perk. Maar ligt er wel. Het is een hamertje. En daar hebben we echt heel weinig aan. Ik wil maar geen carpenter. Carpenter. Tik, tik. Oh, dat was een beetje zonde. Kut. Patatje joppie. Zo, we leven nog. Heb ik deze week? Ja, ik heb deze aflevering al een ronde gehaald, toch? Ronde 32 hebben we afgerond. Afgeronderd. Op een gegeven moment, als ik echt lekker ga met Kino. Ik hoop echt dat het goed gaat met Kino. Niet dat we in B5 afgaan of zo. Dat zou echt heel erg faal zijn. Als het lekker gaat met Kino, kunnen we er B50 halen. En dan begint gewoon 1 wave, begint gewoon 2 afleveringen te worden. Ja, deal with it. Het is gewoon wat het is, weet je. Jullie wouden dat ik Nazi Zombies ging doen. Nou, dan krijg je Nazi Zombies, weet je. Ik ga niet opeens slecht doen, omdat de serie dan heel lang wordt. Nee. Maar ja, om een of andere reden vinden veel mensen Nazi Zombies leuk. Ook vaak als ik fans spreek, op Skype of zo, doe ik altijd zo van, mag ik je even een vraagje stellen? Dan die fans van, wow, Rick, ze wil een vraag aan me stellen. Ik voel me echt awesome nu. En meestal stel ik dan dezelfde vraag. Wat is jouw favoriete serie? En ik zeg van, oh, is dat alles? Ja, eigenlijk wel. Maar denk je dan van, Rick, waarom wil je zo graag weten wat mijn favoriete serie is? Nou, ik vind het gewoon leuk om te weten. Want welke serie vind je nou het leukst? Ja, ik vind deze serie het leukst. En dan, waarom vind je die serie zo erg leuk? En dan krijg je redenen van, ja, nou, de zombies is weer leuk commentaar. Of ik vind het gewoon een vet spel. Ik speel het zelf heel veel. En dat, ja, dus dat kun je altijd achterlaten. Je moet altijd op deze video nu reageren. Mijn favoriete serie is... ...... omdat... ...... Ga dat nu maar even doen. Hey, ik wacht. Tik-tok. De kookwekker. Dus ja. Dat is leuk. Oh, hoi, sorry. Ik had u even niet gezien, meneer. Ik zag u even over het oog. Of over het hoofd. Laten we over het hoofd doen en dan nu je hoofd eraf schieten. Als dat een lage W was, had ik in één keer een headshot gemaakt. En dan had ik een woordgrap gemaakt met ik zag je over het hoofd. Maar ja, deze wave hebben we een heel stuk of 3 magazijnen nodig van dit wapen, dus dat gaat hem niet worden. Ik werd daar bijna gesandwiched tussen een muur en dat was het einde geweest van deze map. Maar nee, Rick zet door, want Rick is awesome. Hij is de zombie meester, hij is de zombie baas, hij is de zombies de baas, want hij is een baas. Dus ik vind dat logisch, ben ik de zombies de baas, omdat ik een baas ben.
Ik ben wel een baasje. Soms, ik heb soms bazige momenten, laten we het daarop houden. Ik ga niet zeggen dat ik 24/7 baas ben en shit. Maar, soms wel. Waar slaat dat op? I don't know. Ik heb geen idee waar dat op slaat. Maar deze zombies gaan dood. Ik hoop eigenlijk wel dat ik gewoon 20 afleveringen van dit spel moet opnemen vandaag. En gewoon echt W50 haal ofzo. Waarom? Het is gewoon chill. Dan heb ik eindelijk een voorraadje. Ik heb nooit video's op voorraad. Bijna iedere video die ik opneem is diezelfde dan nog opgenomen. Behalve Totally Spies. Totally Spies is best wel chill. Want woensdag ben ik altijd laat uit. En dan heb ik altijd een Totally Spiesje klaar liggen van Stefan. Die krijg ik meestal dinsdagavond. Ga ik net zo lang huilen tot ik hem krijg. En dan heb ik wel eens een aflevering klaar liggen. Dus dan hoef ik niet te stressen als ik woensdag uit school kom. Dat ik nog snel moet opnemen, renderen, al die shit. Dus dat is altijd wat chill. Daarom heb ik ook speciaal roze woensdag gekozen. Omdat ik woensdag dus wat laat uit ben. Wat is dan laat? Nou ja, voor mij 3:30. Want dan kan ik nog naar huis. Of zeggen dat ik 4:15 thuis ben. Als ik een beetje snel fiets. Video opnemen. Nou, dat is zeggen dat ik een kwartiertje thuis kom. 4 uur. Video opnemen. Nou, met thuis komen, computer opstarten, al die programma's, kijken wat ik wil opnemen. 4:30. Video renderen in HD kwaliteit. En uploaden. Dan is het 5:00. En ja, in principe, als je gewoon een beetje goed views wil, niet dat ik dat per se moet doen. Maar de beste tijd om te uploaden is eigenlijk gewoon rond het punt dat iedereen thuis komt van school. Dat is gewoon iets van 4-3 uur. Dat is eigenlijk het beste. En dan eentje na etenstijd. Dat probeer ik ook altijd te doen. Als je maar kijkt wanneer ik upload. Ik upload bijna altijd uit school meteen. En s'avonds nog even eentje. Wel in het weekend. Weekend dan upload ik gewoon echt ochtend, middag en vaak avond ook nog. Gewoon 3 keer per dag. Ja, ik denk niet dat iemand daar problemen heeft van Rick, je upload te veel. Behalve als je allemaal video's kijkt en nu geen sociaal leven hebt omdat je allemaal video's kijkt. Dan sorry. Echt mijn oprechte excuses, bro. Gooi even dit aapje. Waarom gooi je dit aapje achter? Leuk. Stop daar. Dit is een leuk einde. Bam. Oh, dat was close. Ik zat weer bijna vast. Zombies, stop met mij proberen vast te zetten. Stelletje gemeenerd. Oké, ze zijn nog steeds aan het spawnen. Dat doen ze ook lekker. Die zombies denken ook niet van wave 33 moet wel een keer af zijn. Ja, ik vroeg me weer af of ik al een andere wave ding had gedaan deze aflevering. En toen dacht ik, oh ja, wave 32. Nog steeds. Nog steeds 1 wave per video. Of meer, of minder. Nog niet minder. Ik heb nog nooit een hele video over een wave gedaan met naast de zombies. Nog niet. Kijk maar naar de verre toekomst. Dit zijn momenten waar je vaak doodgaat. Maar ik leef, want hij is best wel awesome in zombies. Ja. Ik had nog een keer beloofd dat ik vaak met fans ging spelen. Dat had ik ooit beloofd. Dus, het zit zo. Dat gaan we ooit maar doen. Ik ga denk ik zo over een video maken. Gewoon eventjes makkelijk al mijn shit opnoemen. Van, mijn Skype is MacNoobers. Mijn YouTube is Serpent Gameplay, wat iedereen al weet. En dan even mijn PSN geven. Want heel veel mensen vragen, daar is Rick, wat is je PSN? Ik wil met je gamen. Dus dan geef ik meteen mijn PSN, mijn Twitter, Facebook. En dan kun je me gewoon op alles toevoegen, weet je. Anders moet ik weer telkens die vragen gaan beantwoorden. Van Rick, wat is je Twitter? Rick, wat is je Skype? Die krijg ik trouwens 10 keer vaker dan wat is je Twitter. Als je zegt wat is je Twitter, zou ik het heel graag beantwoorden, want ik heb graag followers. Ik had 1 keer in een update video genoemd dat ik Twitter had, meteen 30 followers erbij in de avond. Dat voel je best wel baas. Dus ja, ik zal zo over een kleine update video maken, denk ik. Dan ben ik daar vanaf. En dan zal ik meteen even mijn PSN erin zetten. Ik ga proberen dat voornemen weer uit te laten komen. Vaker met fans te kijken. Dat is cool. Ik geloof dat ik gewoon, als ik een extra metertje glasvijzer koop, nou, 2, dat ik gewoon dat apparaat dat hieronder staat, ik heb namelijk stroom via, ik heb internet via het stroomnetwerk. Ik denk dat ik daar gewoon een tweede glasvezelkabel in prop en dat ik gewoon dubbel internet hier op mijn PlayStation, want normaal valt het signaal dat weg en kan ik niet online spelen. Bij mijn moeder, bij mijn pa, kan dat makkelijker, alleen met mijn PlayStation nu niet mee, want ik heb hem helemaal vast met allemaal draden voor het opnemen. Dus ja. Ik moet even glasvezel hebben en dan heb ik goed internet en dan kan ik weer met fans zombies gaan doen. Alleen het probleem is dus dat ik vaak 2 weken lang met 1 zombies map bezig ben en in de tussentijd niks doen met mijn PlayStation. Nou, dan moet ik even wat in verandering in gaan brengen. Moet ik gewoon wat meer achter elkaar opnemen. Heb ik een voorraadje. Iedereen gelukkig, maar vooral ik en de fans die met mij nazi zombies willen spelen. Nou ja, als het goed is heb ik dus aan het eind van vandaag de nieuwe maps. Dus kan ik iedere map met je spelen. Het liefst doe ik niet Kino met fans. En alle fans, oh, maar dat is de langste map. Ja, daarom ook, weet je. Ik ben goed in Kino. Ik wil niet eigen dunker doen, maar soms speel ik Kino. En dan heb je gewoon, dat iedereen eigenlijk wel, als je een beetje bekend met zombies, dan kun je gewoon 8 uur bezig zijn met een potje. En online kun je een nieuwe pauze zetten. En ik heb nou niet echt de vrije tijd om 8 uur lang een spelletje na te zombies met je te spelen, weet je. In de vakantie zou ik het wel een keer doen, dan zou ik er meteen een livestream van maken. Als ik iets doe, en het duurt lang, en ik neem het niet op, dan moet je gewoon een livestream houden. Dat is het gewoon. Hey, de timer, dertijdheid.
laat me niet afleiden door jou. Ik denk dat het de laatste zijn, dus dan maak ik gewoon even de weef van. Vind je van die? Kom met me, zombies. Zijn jullie boos? Zijn jullie boos? Zijn jullie boos? Ben jij boos, forse zombie? Ik denk het wel. Hoppa! Kut, ren door het moeras. Oh nee, wat is het drassig. Of is het gras? Bam. Kom op, zombies. Oh, bijna 140.000. Niet slecht. Oké, okay, gaan we nog redden met deze ammo clip? Waarschijnlijk niet. Oké, okay. Nee, we sluiten hier gewoon de aflevering af, anders bijna deze wave af. Bedankt voor het kijken van deze aflevering van Nazi Zombies. Volgende aflevering gaan we verder met overleven, want ik leef nog steeds. Wave 33, persoonlijk record en tellende. We gaan nu proberen 200.000 punten te halen, omdat ik dan evenveel punten als views heb. Over al mijn video's. Dat is best nice. Ik vind ook 200.000 views echt moeilijk te realiseren hoeveel het is. Maar ik ga nu stoppen met recorden en meteen verder met aflevering 3. Als het commentaar in elkaar zakt en een kleine platte hondendrol is wat het altijd al was, moet je boos worden. Omdat ik alles op één dag opneem. En dat doe ik normaal niet en daarom is het misschien minder grappig of juist fantastisch grappig. Ik heb geen idee. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende aflevering. Vergeet de video niet te liken als je hem echt stiekem echt gigantisch mega super awesome veel leuk vond. Zie ik in de volgende aflevering. Doei!